Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag. Het is kwart voor vier. Jullie horen het al. Het is Lois op je beeldscherm. Ik ben hier nog, maar Lois is op de achtergrond. Maar ze wil niet op camera, want ze is heel ziek. Maar het is dus vandaag maandag. De kleur van mijn trui. Het is nu kwart voor vier. En van wat ik vandaag dus ga doen is. Ik heb nu al een sessie van 3 uur bij mijn therapeut erop zitten. Nu, willen jullie trouwens mijn therapeuten volgen op Instagram, dan kan dat. Hashtag justbeinglois. Hashtag. @justbeinglois. En ik ga vanavond graag lekker gezellig een drankje doen met Samantha on the animal market. Dat is beestenmarkt in het Nederlands, juf. Oh yes, ik kan Engels. Top. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik heb net lekker gegeten, andijvie stampot. Maar ik ga nu richting de stad fietsen. Want ik heb met Samantha afgesproken om even lekker een drankje te gaan doen bij Moeke. Dus ik neem jullie met me mee. Het is vandaag dinsdag en ik ga zo meteen ervan door. Ik ga zo meteen even naar de stad om even wat leuke dingetjes voor mezelf te kopen. Ik weet nog niet wat ik ga kopen, maar dat ga ik jullie gewoon laten zien in deze vlog. Ik neem jullie gewoon mee naar de stad en we gaan beginnen met de dag. Inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig even met mezelf in de stad. Maar ik wil jullie wat laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Als eerste heb ik voor Lois, want die koopt vanavond, een shine iets legging, mayo, panty-achtig ding gekocht. Dan heb ik voor mijn oma en jaren een kaart gekocht. Die gaan we opsturen. En toen ben ik losgegaan bij de H&M. Nou, ik heb maar 2 dingen gekocht. Ik ben niet echt helemaal party gegaan. Maar ik bedoel, ik zag wel 2 hele leuke dingetjes die ik wilde hebben. En die hebben jullie kunnen zien in de shots hiervoor. Maar ik heb als eerste dat witte ding gekocht. Dat was €7,99. Dus die heb ik gekocht. En toen heb ik de sterretjes blouse gekocht. Die vond ik ook heel erg leuk. En die was maar €5 en die wilde ik al heel lang hebben. Dus ik ben aardig goed geslaagd. Inmiddels zijn we weer een paar uur verder en ik heb een lekker dutje gedaan. Ik heb mijn kamer helemaal opgeruimd. Want Lois komt zo meteen hierheen. Die blijft hier ook gezellig slapen. En dan gaan we morgen gewoon een hele gezellige dag hebben in de stad. Maar ik heb haar bedje heb ik opgemaakt. Ik heb mijn eigen bed er even opgemaakt. En ik heb dit hele leuke ding aan van de Hennis & Mauritz die ik vandaag heb gekocht. En dan met mijn Daily Paper broek. Dus ik ga nu even nog op de computer even wat drinken pakken. En even nog wat dingetjes naar beneden brengen. En dan is Lois er zo. Oké, ik zit dus nu op de bank. Het is nu, hoe laat is het? Groep van zijn vrienden. 5:55. 5:55. En ik hoor, jullie konden er al horen, maar ik ben met. Hi. Mijn grote vriendin Lois. Yay! Maar nu in het echt. Ja, normaal FaceTime. FaceTime, maar nu in het echt zit er hier op de bank. Oh my god. Dit is denk ik het laatste shot wat jullie vandaag gaan zien. En ik spreek jullie morgen weer. Maar dat zien jullie over een paar seconden. Dus nu. En het is nu de volgende. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. 20 februari. En we zijn wakker. En goedemorgen, Schmiegel. Goedemorgen. Thanks. En mijn hart gaat klinken. We zijn al de hele tijd. Hoe laat is het? Ik ben al sinds 8 uur wakker. Lo is vanaf 9 uur. En we zijn. Het is nu 11 uur, volgens mij. 10:50. En we zijn al de hele tijd mede gaan doen. En we zijn echt gesprekken aan het voeren waarvan we denken.
Zie je die grond daar? Dat niveau. Zo gaat het al de hele tijd. Oh, dat is erg, hè? Dus, ja. We gaan nu lekker ontbijten. Daarna gaan we ons klaarmaken. En daarna gaan we... Lunchen. Nou, kijk eens niet zo. Hé, hey, even serieus. Wat gaan we eten? Ik weet ook niet hoe laat hij wakker is. En waar hij wil gaan lunchen. Maar we sleuren hem gewoon mee. We kunnen eten... Nee, ik weet wel we kunnen eten. Koffiecompagnie. Ja, kan je wel eten, maar niet heel veel. Nee. Alleen taartjes. Taartjes. Alleen, we zien het wel. Ik neem jullie gewoon gezellig met me mee. En jullie gaan gewoon zien wat ik allemaal meemaak vandaag. En ja, we gaan nu naar beneden. Seth, terwijl ik het ontbijt klaar maak voor mij. Lois, wat gebeurt er dit? Kom, kom. Kom, au, au. Kom, die kant op. Kom. Ja, nu willen jullie wel mijn aandacht, hè? Kijk! Dit is wat ik aan heb op dit moment. Deze vest. Dit vest van Nike. Dan heb ik hieronder, ja, jullie kunnen het niet zien, maar ik heb hieronder een streepje shirt aan. Van H&M. De broek is ook van de H&M. Fans zijn van... Fans? Fresh Cotton. Heb ik ze daar gekocht. En jongens, ik moet jullie eigenlijk wat vertellen. Ik mag eigenlijk nog niet naar buiten. Maar jullie krijgen een primeur. Lois heeft een relatie met... Freek Vonk! Ja! Yay! Stik haar leuk vinden. En zij heeft ook een hele leuke outfit. Zij heeft een typisch een jurkje aan met een bandeau. Oh, ik zal het even laten zien. Ik voeg het er wel in, dat filmpje wat ik heb gemaakt van Freek Vonk, de vrouwtje. Het is zie jullie hier. Het is een enig filmpje. En dan zien jullie niet hier, dat filmpje. Dus, waar is Freek Vonk? Waar is Freek Vonk? Waar heb je die gelaten? Ik ben Lois Vonk. Oh my god. De vrouw van Freek Vonk. Ja, oh, ik heb een bericht. Van Freek. Oh my god. Doe dat even. Nog even. Even mooi. Serieus, what the fuck. We gaan de kerk. Toerist in eigen stad. Toerist in eigen stad, maar... eigen land. Wie's idee was dit ook alweer? Hè? Oh, en ik heb al geen zin meer hoor. Jezus, mijn benen. Ik ben nou al kapot. Heb je trappen al overgeschreven? Gop. Zullen we gewoon de deur in? Oh my god. Jongens, even serieus, what the fuck? Ja, wat was dit vroeger? Lees dat iets in het boekje. Ik heb het hele boekje niet. Die heb jij? Jongens, zwaai eens. Nee, hey, je kent mijn kussen. Je kent zo mijn kussen. Sorry schat. Oh, jongens, even serieus. Oh, Niel. Ja. Jezus, vind je leuk. Okay, jongens, even serieus. Ik kan niet meer. Oké, tjallas. Holy shit. Oh my god, jongens. Ik heb het overleefd. Ik ben er nog. Ik leef nog. Oh my god. Jullie gaan zien de ware aard van mij. Oh my god. Jongens, kijk nou hoe hoog. Oké. Okay. Ik ben daar. Ah. Oh, wat een uitzicht. Jee. Lo, even serieus. Oké, doei. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into. Morgen, het is vandaag donderdag. En ik ben alweer een tijdje wakker. Het is nu inmiddels 2:30. Ik ga zo meteen even naar de stad. Even kijken of ik daar nog wat iets leuks kan vinden. Qua kleding voor, alvast een beetje voor volgende week. Volgende week vier ik namelijk mijn verjaardag, dus dat is super tof. Dit is wat ik aan heb, deze trui van de H&M. Het regent echt, nou niet regent, kaar maar miezert. En ik haat dat altijd, want ik ga altijd op het verkeerde moment weg. I can't, gewoon met mezelf. Hele outfit van H&M trouwens, alleen de schoenen niet. Van fans en ja, ik ga jullie gewoon meenemen en... jullie gaan met me mee en ik heb echt spierpijn van gisteren nog. Van die trappen, I can't gewoon. Dus, jee, jullie gaan met me mee.
was dit de vlog voor deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken. Want dan krijg je als eerste een notificatie van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. Vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Instagram, Snapchat en Twitter. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie donderdag weer terug op mijn YouTube kanaal. Tot donderdag. Bye bye.